We zijn nu in de kasteeltoren van voormalig kasteel Den Ham. We zijn op dit moment bezig met een hele intensieve restauratie en verbouwing van de toren. Het kasteel is ooit in 1871 afgebroken en de toren is hetgene wat nog overeind staat. Een verdieping hieronder, daar komt, ga ik een geluidsstudio maken. Ja, kan hier creatief gedaan worden en ik vind dat cultuur en erfgoed, dat is een hele goede combinatie. Met de leap of faith die je met de aankoop van zo'n pand maakt, kwam ook de interesse in bouwhistorie en in middeleeuwen en in kloostermoppen en in moerkinderbintenplafonds. Ik wil wel een aantal middeleeuwse details terugbrengen, zoals een middeleeuwse vloer. We zijn de historische plafonds aan het restaureren. Toiletten die kan je bij middeleeuwse gebouwen vaak zien omdat ze aan de buitenkant van het pand zitten. Dat je behoefte gewoon in de gracht, dat viel langs de gevel naar beneden. Wat we nu van plan zijn is om onder de plank met dat gat om daar gewoon een modern toilet onder te installeren. Het ziet er helemaal uit als een middeleeuws. Fonds Erfgoed Parels heeft financiële steun in de rug gegeven voor wat betreft het achterstallig onderhoud van de toren, want dat was heel slecht. Wat ik heel belangrijk vind is dat het op een duurzame manier gebeurt. Dus ik heb de ambitie om de toren uiteindelijk helemaal van het gas af te krijgen. Uiteindelijk gaat de toren verwarmd worden met een warmtepomp. Iedere verdieping krijgt vloerverwarming. Het idee wat ik heel leuk vind is dat je voor een relatief korte periode in het bestaan van zo'n toren eigenaar mag zijn en ervoor mag zorgen. Het voelt meer als iets waar ik mijn best voor kan doen en wat ik wil proberen te beschermen voor de toekomst.